De zesduimskijker is de oudste kijker van de sterrenwacht. Hij is zelfs ouder dan de sterrenwacht, want hij heeft daarvoor nog op het academiegebouw gestaan. Het is een kijker die Keizer gebruikt heeft voor zijn waarnemingen van Mars onder andere en van de maan. De kijker heeft een houten kijkerbuis, maar functioneert nog steeds uitstekend. Hij is in betere staat dan in feite de koepel waar hij in staat. En hieraan kun je weer zien dat het gebouw nodig een restauratie toe is. Van de gelegenheid wordt echter dankbaar gebruik gemaakt om ook de kijker een grote onderhoudsbeurt te geven. Bij nadere inspectie, onder een andere lichtinval, blijkt dat de lens niet alleen gepolijst, maar ook geslepen moet worden. Ervaren mensen bekommeren zich om de demontage van kijker en montering. Ja, Voor het naar beneden brengen van de zware montering wordt de hulp van een kraan ingeroepen. Kijker en montering zullen bij de Leidse instrumentmakerschool tot op de kleinste onderdelen uit elkaar worden gehaald en schoongemaakt. Draaiende onderdelen zullen worden gesmeerd en buitendelen in de lak gezet. Ook de mal voor het polijsten van de lens wordt bij de LIS gemaakt. Jaap de Bree, die dit project leidt en docent aan de LIS, vertelt wat daarvoor nodig is. Waar we op het ogen naast staan is een CNC draaimachine. En op de CNC draaimachine zullen we de schalen gaan fabriceren om de lenzen van de 6 duimen en de richtkijker van de 10 duimen om die weer optisch goed te krijgen. En als we deze hier in de machine plaatsen, dan zorgt de machine ervoor dat hier dus een geprogrammeerde krontenstraling komt. En deze schalen die gebruiken we weer voor om de originele lenzen in de krontenschaal te slijpen. Die krontenstraal is mede berekend door leerlingen van de instrumentmakerschool. Om de bewerking van de draaibank te controleren is eerst een aluminium prototype gemaakt. Met precisiemeetapparatuur wordt gemeten of de draaibank de juiste kromming heeft aangebracht. De controle levert een bevredigend resultaat op en de draaibank kan definitief worden ingesteld. Allereerst wordt het te bewerken oppervlak schoongedraaid om daarna de juiste kromming in te slijpen. Messing is een legering van koper met minstens 15% zink. Messing is een waardevol materiaal vanwege zijn hardheid en goede verwerkbaarheid. De mal is klaar en zien we straks weer terug in Roden bij het polijsten van de lens.
De houten kijker is intussen geschuurd en opnieuw gelakt. De messingonderdelen zijn schoongemaakt en ter bescherming behandeld met schellak. Met uiterste zorgvuldigheid en precisie zetten leerlingen de kijker volgens tekening weer in elkaar. En natuurlijk laat je een visitekaartje achter. De messingmal voor het slijpen en polijsten is aangekomen in de optische werkplaats van Arie de Jong in Roden, die de antieke, waardevolle lens opnieuw zal bewerken. Door omstandigheden is dat niet gefilmd, maar Arie de Jong heeft dat met een soortgelijke lens nog eens gedemonstreerd. Omdat de lens aan weerszijden bolvormig is, moet er eerst een opspanmal gemaakt worden waarop de lens kan rusten wanneer deze in de slijpbank bewerkt wordt. Daarna wordt een proefglas gemaakt dat een contramal is van de originele lens. Dit proefglas wordt gebruikt om de bolvorm tijdens het slijpen te kunnen controleren. Nu worden alle beschadigingen op het lensoppervlak weggeslepen met voortdurende aandacht voor de juiste bolvorm van de lens. Uiteindelijk wordt de kromming van de schoongeslepen lens met behulp van een sferometer gecontroleerd. Wanneer de juiste bolvorm bij benadering is vastgesteld, kan met de polijstschaal, die voorzien is van een laagje pek, met het polijsten worden begonnen. Pek wordt toegepast omdat dit materiaal, indien verwarmd, gemakkelijk de kromming van de lens aanneemt. Tijdens het polijsten wordt het lensoppervlak regelmatig met de sferometer gecontroleerd. De uiteindelijke controle vindt plaats met behulp van een natriumlichtbron, waarmee door interferentie van het licht Newtonringen zichtbaar worden gemaakt die ontstaan tussen het proefglas en de lens. Deze ringen moeten door middel van herhaaldelijk polijsten worden weggewerkt tot rechte strepen. Pas dan heeft de lens de ideale bolvorm bereikt. We hebben geconstateerd dat de oppervlakte goed is. De tape mat eraf. We halen de lens van zijn ondervatting af. En zo hebben we de hele lens weer van een mooi oppervlakte voorzien. Met de lens terug in de vatting en zo goed als hij misschien nog nooit geweest is, kan hij als kroon op het werk weer in de kijkerbuis teruggeplaatst worden. Maar dat is een taak voor de meester. Zo is hij geworden. En voor de restauratie had hij ongeveer 20% minder licht doorlaat. We gaan nu voor het eerst weer proberen de kijker en het objectief met elkaar te verenigen, zoals het vroeger zat. Ook de montering is inmiddels gedemonteerd en schoongemaakt. De verschillende onderdelen kunnen nu opnieuw gespoten worden en vervolgens geassembleerd. Dit is twee componenten lak en er gaat straks een verharder bij en er gaat ook een verdunner bij. Die lak met verharder die gaat dus de verharder gaat ook werken. En ik versnel de proces door hem in de oven te doen. 80 graden, ligt nu 2 uur in de oven en dan is het hard. De kleur van de verf is geen officiële kleur volgens de RAL-standaard, maar is een speciale aangemaakte verf met een authentieke kleur die omstreeks 1930 veelvuldig werd toegepast. De zuil van de montering is te groot voor de spuitcabine. Als de verf is uitgehard, wordt de montering weer minutieus in elkaar gezet. Het wormwiel dat de uuras aandrijft en zorgt dat de telescoop straks weer nauwkeurig de sterren kan volgen, wordt behandeld met Molycoat, een hoogwaardig smeermiddel, voor een gelijkmatige en soepele gang. De tandjes van de uuras worden zorgvuldig in de groef van het wormwiel geplaatst. Ja.
De aandrijving van het wormwiel wordt gemonteerd en afgedekt. Na de U-as volgt de declinatieas. Het lijkt of de gravering op de schaalverdeling gisteren gemaakt is. En wat loopt het soepel? En dan kan het contragewicht erop. Tot slot nog de fijnregeling en klaar is Jaap. Jaap de Bree mag dan klaar zijn met de montering. In Os wordt door instrumentmaker Herman ten Haaf de focusseerinrichting van de 6 duims onder handen genomen. De gang moet verbeterd worden en bovendien geschikt gemaakt worden voor moderne oculairen. Dit is de focusseerinrichting, die is nu bijna klaar. Er moet echter nog één dingetje aan gedaan worden. De speling namelijk van deze schuifbuis, die we zo kunnen bewegen, die wordt opgeheven doordat er inwendig 2 veren zijn gemonteerd. En die veren, dat is eigenlijk staal op chroom en dat glijdt niet lekker. En ik ben van plan om die glijvlakjes te voorzien van een teflon laagje. Ik heb daar een teflon tapeje, of eigenlijk is het een soort folie. En daar ga ik een klein stukje van afknippen om daar op te kunnen plakken. Even wegsnijden. Van de zijkant. Oké, dan hebben we een mooi teflon glijvlakje gemaakt. Akkoord. Dan gaan we ze nu monteren. Nou, dan ben ik benieuwd of die mooi wil glijden. Dit ziet er goed uit. Ja. Oh, wat prima. Heel mooi. Nou, dan moet die gepolijst worden. Ja. En nou is ook de gravering te lezen, want daar staat op Utzschneider und Fraunhofer in München en het is ausgevuurd door meneer Merz en meneer Mahler. Ik heb hier de focusseerinrichting van de 6 duims refractor, gemaakt door Merz en Fraunhofer. En die hebben een zogenaamde bajonet verzonnen en een drievoudige oculair houder. Deze oculairtjes, dat zijn eigenlijk hele oude oculairen, Huygens oculairtjes. Heel klein lensje waarin je moet kijken en dat is toch niet meer van deze tijd. En daarvoor worden deze 3 oculairtjes nu vervangen door 3 moderne oculairen. Nou, dat gaan we dus nu doen. Even een stukje afzagen. Deze is retour en hier gaan we het van maken. En dan ga ik eens kijken of die past. Ja, dat is hem. Goed, schroefdraad is goed. En kijk, dit is opnieuw gemaakt. Die wordt hier gewoon nu ingeschroefd in de plaats van het oude oculair. En nu hebben we dus een drievoudig oculair revolver, maar dan geschikt voor de moderne oculair. Daarmee is de restauratie van de 6 duims kijker compleet en kan de kijker weer terug naar zijn oude plekje op de sterrenwacht. Dan ga ik jullie door. Kom. Ja. Ja, en dan kunnen we gewoon dragen. Het is iets zwaar, helemaal.
Hierdoor. Ja. En dan kan in een fraai gerestaureerde koepel de zesduimskijker weer teruggeplaatst worden. Mooier en in een betere staat dan hij ooit de laatste 50 jaar geweest is. Wat is het makkelijkste? Ik sta. Je moet je jou aangeven. Ja, dan gaat eerst deze kant op. De kijker ziet er niet alleen voor het oog nu fraaier uit, maar is met gepolijste lens en moderne oculairen ook een betere telescoop geworden. Hij moet verder deze kant op. Zo, dat is hem. En zo is de kijker weer klaar om amateurs en duizenden bezoekers een verrassende blik op de hemel te bieden.